Oké, jongens, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. En in deze video ga ik jullie letterlijk gewoon het begrip van niet opgeven in deze video laten zien. Dus ja, deze video is echt ongelooflijk hoe het allemaal gebeurt. Je moet gewoon gaan kijken. Dus ben je nog nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan nu eventjes op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, support je mij en het kanaal natuurlijk heel erg. En laat allemaal eventjes je blauw duimpje omhoog achter als je dat nog niet hebt gedaan. Maar als we vandaag weer voor de 721 likes kunnen gaan, zou ik het super erg waarderen. Dus draai je schermpje om of je monitor, weet ik het wat je gebruikt. En laat allemaal even massaal je blauw duimpje omhoog achter. En dan gaan wij nu kijken, jongens, hoe intensief dit potje is. Alright, jongens, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag gaan wij een solo potje spelen met de Wukong skin, want Epic Games is zo aardig geweest om ons natuurlijk een backbling te geven voor de mensen die de Wukong skin, skin hebben gehaald in Fortnite Battle Royale. Dus zoals jullie op dit moment zien, zie je de backbling van de Wukong die in het begin er natuurlijk nog niet bij zat. En we hebben gewoon 4 hele mooie vlaggetjes gekregen. Dus we gaan landen in Tilted Towers. Waarom? Er zijn natuurlijk rumoeren dat Tilted Towers uit de game verdwijnt. Is dat echt? We weten het natuurlijk nog niet. Dus daarom landen wij hier in Tilted. En oh, deze guy die landt expres op het dak. Omdat hij dan een chest wil pakken. Maar die is er niet. Laat mij snel dit wapentje pakken. Yeah. What you gonna do right now? What you gonna do? Als ze nu een shotgun of iets vindt, dan word ik echt gek. Sorry maat. Spijt me. Oké, hij heeft iets over het hoofd gezien. Een groene pistool. Daar worden we heel blij van. Maar voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, welkom allemaal. Abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. En laat allemaal even je duimpje op je omhoog achter helpen. Natuurlijk, Norm. Er zit iets in. Die heeft geen idee wat hij aan het doen is. Alright. Nou, 2 kills in, jongens. Ik moet eigenlijk niet te sexy gaan doen. Want dan word ik dadelijk opeens door mijn hoofd heen geknald. Daar hebben we geen zin in. Maar we gaan gewoon kijken of we Tilted Towers kunnen overleven. Deze guy heeft het plafond al opengehakt voor ons. Dankjewel. Liep er iemand? Ja, daar liep iemand. Alright. Even kijken. Gewoon rustig spelen in Tilted Towers. Dan komt het vast en zeker allemaal goed. Maar ja, we hebben nog helemaal geen shoot. En als ik ergens een voorstander van ben, is het toch wel van de mini-shootjes. Al is er maar 1. Dat heb ik in de vorige video ook uitgelegd. Want health is gewoon heel erg belangrijk in Fortnite. Dus ligt hier iets, liggen bandjes. Ah ja, kijk eens aan. Mijn gebeden worden verhoord, jongens. Mijn gebeden worden verhoord, hebben we toch iets meer health. Tenzij natuurlijk iemand gelijk met een pump naar ons toe komt lopen. Maar we hebben hier wel een shotgun gevonden. Moeten we die eventjes pakken? Let's go. Kijk, kunnen we toch nog iets op close range? Ik moet nog steeds wennen aan het feit dat er natuurlijk nu een grijze... grijze tactical is in plaats van een groene. Ik vind het altijd nog een beetje raar uitzien in mijn inventory. Maar ja, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat hij damage doet tegen mensen. En dat doet hij zeker. Dus ik moet even uitkijken in dit soort gebouwtjes. Stikt het vaak van de traps. Maar als ik ergens geen zin in heb, is het om een trap in mijn hoofd te krijgen. Kijk, hier word ik blij van, jongens. Oké, een chest hierboven. Gaan we even meenemen. Maar ik moet toch eerlijk toegeven dat ik de Wukong skin toch wel één van de vetste ooit betaalbare skins in de shop blijf vinden, hoor. Blauwe AR, helemaal prima, jongens. Dit is wel echt een beetje chill loot. Als ik het zo mag noemen. Hier zit nog een chest boven of onder. Eén van de 2. Maar ook hierboven. Ja, hierboven staat er sowieso nog 1. Geef maar deze shotgun ammo maar. Maar we zitten in ieder geval 7 in de tilt. Dat is heel erg fijn. Open die chest eventjes. Minis. Oké, dan rijden we het even zo om. Doen we het even op deze manier, jongens. Misschien dat hier beneden nog een kistje staat. Laten we er eventjes voor kijken. Dit keer niet. Is dit wel geloot? Nee, dat is ook niet geloot. Ligt verder niks. Laten we dan maar een beetje de actie opzoeken. Ik heb nog niet heel veel resources. Dus even snel wat hout gehit. Gewoon omdat het kan. En dan moeten we nu gaan opletten waar enemies zitten, jongens. Ik hoor eigenlijk eventjes dit gebouw in. Moet ik wel uitkijken dat er geen traps liggen. Good night, mate. Hij heeft verschrikkelijk goede loot. Deze guy heeft verschrikkelijk goede loot. Ik wil die bolt. Oké, let's go. Hebben we die nodig? Nee, ik neem voor de zekerheid gewoon een tactical mee. Waarom? Mocht ik een foutje maken met mijn pump, kan ik gelijk doorswitchen naar mijn tactical. Deze loot is... Ik hoor niks. Deze loot is eigenlijk wel perfect om een potje mee te winnen.
Misschien nog een iets betere tactical. En een scar. Maar ik mag eigenlijk niet klagen met deze loot. Dus nu is het gewoon een kwestie van opletten. Dit houdt mee hakken, want dit levert zoveel dingen op, jongen. Ik kan binnenkort nog wel een keer een tipsvideo voor jullie gaan maken als jullie dat graag willen zien op mijn kanaal. Een tweede aflevering van Fortnite Tips en Tricks heb ik eigenlijk niet meer echt nagedacht om dat verder door te doen natuurlijk. Maar dat kan ik wel gaan doen voor jullie. Want ik denk dat het wel goed bekeken wordt. Hij heeft een blauwe pump. Onthoud dat, jongens. Onthoud dat. Hij is daar ook gebouwd. Waar is hij dan naartoe gebouwd? Zou ik gewoon dat even gaan pakken? Wacht. Give me a second. Ik ben zo'n echt een debuut. Ik ben echt officieel de grootste debuut die je ooit hebt gezien. Oh mijn god. Waarschijnlijk heeft hij natuurlijk ook geen bandage. Oh my god, Chester, wat ben je toch een debuutje. Ik ben echt een daap. Heb ik een kozy? Nee. Had hij bandage? Ik hoop het wel. Nope. Oh ja, hier ligt bandage. Nice. Niks aan het handje. Niks aan het handje, jongens. Vals alarm. Ik ben echt de grootste daap die je ooit hebt gezien. Ik zweer het je. Ik bouw gewoon nog een trap en ik val er gewoon nog naast, hè. Dat ga je niet vaker zien in Fortnite. Kan ik je vertellen. Oké, kijk. Dit is wat ik bedoel, jongens. Deze loot nu. Perfect. Ik hoor hier iets gesloopt worden in de buurt. I don't like that. Maar we hebben in ieder geval wel de kill gepakt. Daar gaat het om. Kijk, een beetje damage. Kan geen kwaad. Kan iedereen gebeuren. Maar ja, hetzelfde geldt val je dood. Want als je 75% had, had je het waarschijnlijk niet overleefd. Even kijken. Ik hoorde iets gesloopt worden hier in de buurt. Ik denk dat hij daar binnen zit dan. Ja, daar zit hij. Kobe. Helaas. Iedereen heeft blauwe pump of blauwe AR's, jongens. Deze lobby zit vol met mensen die blauwe AR's hebben. Zie me niet. Oh, scheefjes zo. I know it. Hij is doorgegaan, denk ik. De achterlijke boom zit in de weg. I can, boys. Die boom. Voor mij waren dat de mensen in tilt buiten hem na dan. Ik zie namelijk geen andere mensen. En ik hoor ook geen andere mensen. Ik hoor ook geen andere schoten of iets dergelijks. Maar hij is sowieso al doorgelopen. Zou ik ook doen als ik hem was. Groot gelijk heeft hij. Laat ik maar eventjes teruggaan naar... waar ik vandaan kom, zeg maar. Dit beestje heb ik iets meer overzicht. Ik ben wel nou makkelijk te pushen. Oké, we moeten een klein stukje gaan lopen dadelijk. Hij loopt daar. Oeh, ik heb hem wel nasty git, hoor. Ik heb hem wel nasty git. Hij kan niet heel goed bouwen. Ik moet nog eventjes natuurlijk de andere kant ook in de gaten houden. Kijk, weet je. Kijk voortaan alsjeblieft uit met wat je doet. Maar ja, we hebben in ieder geval een kill erbij. Oeh. Laten we dat eventjes gaan sprokkelen, zijn loot. Dat hebben we wel nodig, denk ik. Dan gaan we gewoon gelijk door naar de safe zone, jongens. Dan lopen we gelijk door naar de safe zone. Hij had echt perfect zijn hoofdje uitgestoken, in ieder geval. Maar ja, zoals je ziet, als je gewoon een beetje normaal kan snipen, is dat al heel erg gevaarlijk om te doen. Uitkijken voor traps. Kijk, het is even lastig om te zien wat er hierin ligt. Wat ligt hier allemaal in? Suppressed pistol. Zal niks bijzonders zijn. Ik denk dat het niet echt iets bijzonders is. Ik hoorde nog wel schoten uit tilt komen. Ik ga even dat chestje daarmee looten. Hopelijk. Ja, ook had geen hout. Hij had ook geen hout. Shit. Dat is wel bout. We moeten wel hout hebben natuurlijk. Laten we even deze boom mee hakken. Let's go. Jarmo steen. Geef maar alles wat gratis is. Wat ik niet hoef te hakken helpt natuurlijk. Nou, geef hier even wat lekker wat hout uit. Nee, steen is ook prima. Oh. Dat hebben we niet nodig, jongens. We moeten de pump back. Even kijken. En mijn boxjes. Altijd meenemen, zoals ik al blijf zeggen in elke video en elke stream. Die natuurlijk ook zeg.
En we hebben natuurlijk nodig, dat geeft je XP, dus waarom zou je niet meenemen, jongens? Waarom zou je dat niet meenemen? Ik hak ondertussen gelijk even wat boompjes. Dat als ik dadelijk word beschoten, ik mezelf kan verdedigen met muren en trappetjes. Dus, let's do this. We hebben 6 kills en we hebben Tilted tot nu toe overleefd. Nu is het zaak van rustig uitspelen en kijken of we dit potje kunnen winnen. Zo niet, hebben we ongeluk. Zo ja, hebben we geluk en hebben we een lekker potje neergezet. Want 6 kills zijn al binnen. Even kijken, de cirkel gaat richten. Cirkel gaat richting Pleasant Park, wil ik zeggen. Jongens, don't screw this up. Shit. You're not gonna do this. Kom op hoor, even. Ik ben al bijna dood. Oh my god, hoe ga ik dit? Ik ga dit niet redden. Shit. Oh, maar dit is klote, jongens. Ik heb amper materials. En ik heb amper health. Dit ga ik niet overleven. Dit ga ik echt niet overleven. Nee, zijn loot ligt ook in de storm. Heb ik een kostje? Nee. Ik heb niks. Shit. Ik word echt heel hard gefuckt door deze game. Oh my god. Ik kwam eigenlijk. Hij was mij kwijt, hè. Ik weet niet of jullie dat door hadden, maar hij zat nog achter zich te kijken. Hij was mij kwijt. Het feit dat ik op dit moment in deze stadium van de game nog naar resources moet hakken, heb ik nog nooit meegemaakt. Echt niet. Het was ook een no-skinner die super goed kon bouwen. Like, what the fuck, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Niks dat er iets mis is met mijn no-skinners. Dat heb ik in mijn vorige video natuurlijk ook al gezegd. Maar oh mijn god. Laat me eventjes deze bomen hakken. Niet helemaal Chesto. Dat valt echt moker erg op natuurlijk. Maar ik loop daar wel gewoon rustig mee met de storm. Ik moet nou eerst zorgen dat ik wat materials heb. En nog wat overlaat van de bomen dat ik niet per direct gelijk opval. Ik moet nou echt heel goed op gaan letten met wie ik ga challengen en wie niet. Want mijn health is echt belabberd laag. Oh my god, boys. Deze persoon bennetjes? Nee. Dat ga je me toch niet menen, jongens. Had die persoon resources? Nee. Dit kan toch niet serieus zijn, jongens. Als ik dit potje win, heb ik zoveel geluk. Dat gaat echt niet gebeuren, geloof mij nou maar. Ik zit me te concentreren, maar hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat
altijd, hè, als je bandages nodig hebt, liggen ze er niet. En heb je 100% en krijg je alleen maar bandages. Het is echt ongelooflijk. Ik haat dit zo erg. Ik haat dit zo erg. Ik heb gewoon meer staal dan hout. Dus komt daar nog een drop. Jongens, alsjeblieft. Daar is nou een feit. Oh mijn god. Hij moet wat hebben. Dit is mijn enige hoop. Hij is mijn enige hoop. Ik zweer het je. Reload mijn sniper snel. Je gaat mij niet menen dat hij ook geen bandage heeft, jongens. Please. 3 man. Hij heeft tenminste wel resources, oké. Okay. Dat is het enige wat hij wel had. Dus ik kan me weer verweren met bouwen. Dus dat gaan we dan ook zeker doen, jongens. Ik zie ze daar bouwen. Dat is precies hetzelfde wat ik ga doen. Ga je ze op me aan schieten? Oké, jongens, als ik dit win. Er werd vandaag geschoten, maar ik kan eventjes niet opmaken van waar dat was. Dus ik wil natuurlijk ook niet te veel pieken in case ik gesnijpt ga worden. Hij launchpad. Zero hits. I don't like this. Boys, we gaan dit gewoon proberen. De lowest health victory royale ooit. Als dit lukt, weet ik er echt niet hoe ik dit heb geflikt, maar ik vraag me ook af waar de ene guy is die dan op mij schoot. Oké, hij kan boven blijven bouwen. Maar als ik eventjes jouw bodem naar beneden schieten, jongen. Oké, now of never. Oké, jij schiet. Ja, hij zit close bij mij. Laat ik deze ook eentje omhoog houden. Ik wil hem verwarren dat hij niet weet in welke ik zit, zeg maar. Dat is mijn bedoeling. Kijk, hij komt omhoog. Kut. Dat was mijn golden shot, die moest ik hitten. Ja, en nu ben ik zo speciaal. Oh my god. Geef mij heel snel jouw bandages. Deze heb ik heel snel nodig, maat. Mijn hart gaat op dit moment zo hard een keer. 10 kills in alvast. Kom op, ik moet nog 1 iemand killen. Ik heb nog 1 kans, jongens. Deze kans moet ik met beide armen aanpakken. Doe ik dat niet? Ben ik de Sjaak, dat is logisch.
Oké, alles is reload. Oké, ik denk dat ik naar beneden ga. Moet haast wel. Hij heeft wel een aardig omweg gemaakt, moet ik jullie even vertellen hoor. Hij heeft wel zijn best gedaan om mij proberen uit te schakelen. Maar ja, nu moeten we de laatste persoon vinden. Die zit niet in de lucht. Oké. Dan moet hij op de grond zijn. Maar waar? Zit hier? Ik dacht echt dat ik hem hier zag lopen. Dat is waarschijnlijk mijn verbeelding. Ik zie hem. Oké, die heeft geen idee wat hij aan het doen is. Geloof mij maar. Kijk maar, hij loopt daar weer. Oké, jongens. Deze moeten we hebben. Oh, ik heb hem al. Dit was niet mijn bedoeling. Ik wilde in een wiek schieten. Hoe we dit potje hebben gewonnen, jongens. Never give up. Never give up. Ik zweer het je. Holy shit. Dat past hier gewoon bij. Dat past hier gewoon bij. Mocht je deze video natuurlijk nou leuk hebben gevonden, laat allemaal eventjes massaal je blauw duimpje omhoog achter. Maar natuurlijk enorm 11 kills hebben wij weten neer te zetten in dit potje. Dat is natuurlijk echt super. Maar ook echt super lekker. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan nu eventjes voor meer Fortnite video's. En dan hoop ik jullie morgen om 3 uur weer te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus tot dan jongens. Doei.